Zo, dit is de reading voor de leeuw. Welkom voor begin december. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Vandaag de Chikoli orakel en de Tarot Royale. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele mensen die iedere dag kijken, warme liefdevolle berichten naar mij toe zenden, verzoekjes doen, donaties doen, verzoek doen voor onder andere healing, coaching, begeleiding, readings. Dankjewel daarvoor. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom en kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien kan je ook op het belletje klikken, dan hoef je niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag en werk ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal up-to-date. Maar dit gedeelte van deck gebruiken en wel een kaartje. Nou, hij valt er al uit. Dank u. Nummer 8. Nou, 8 staat voor werken aan jezelf. Maar ook werken, samenwerken. Het is een insect. Maar ik kreeg meteen wel een bijgevoel. Dus misschien heel druk aan het werk. Gedrevenheid. Motivatie. Pardon. Dat krijg ik heel erg sterk bij deze kaart. Dus je bent misschien ergens enthousiast over, of gedreven in, gemotiveerd in. Dat kan zijn op werkgebied, persoonlijke ontwikkeling, maar natuurlijk ook op liefdesgebied. Zullen we eens kijken. Gezamenlijke energie tussen de leeuw en zijn of haar persoon. Oké. Wat is de energie van de leeuw? En wat is de energie van de ander? Er is ergens spijt. Spijt, verdriet. Kan goed zijn. De onderliggende kaart is de 3 van bekers. Dat er één persoon te veel was in deze connectie. Energie van de leeuw. Heb ik de 5 van zwaarden. De doodkaart, de 6 van munten. De schildknaap van munten. En de aas van munten. Kan goed zijn dat jij er spijt van hebt. En het kan goed zijn dat je misschien hebt geflirt met iemand anders. Of ja, zo'n derde partij, dat hoeft natuurlijk niet altijd de liefde te zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon te veel bezig bent geweest met en te gemotiveerd was om met je werk bezig te zijn. Dat je daar spijt van hebt. Dat je het gevoel hebt dat je niet alleen jezelf, maar ook de ander in de kou hebt laten staan. Je wilt er graag gaan veranderen. Je wil nu eerlijk geven en nemen met de 6 van munten. Daar ga je een start mee maken. In eerste instantie ga je dat communiceren. En daarna ga je ook echt die start willen doorzetten. De ander die is van slag. Die voelt veel passie voor je. Houdt heel veel van je en wil daardoor gewoon verder deze connectie uitbreiden, opbouwen. En voelt nog altijd die enorme aantrekkingskracht tussen jullie. Wat is het eindoordeel? Dus hoe eindigt deze connectie? Maar goed zijn dat communicatie, dat heel belangrijk is in deze connectie. Want ik heb ontzettend last van mijn keelchakra. Die zit helemaal dicht.
Ja, dan moet een verandering komen. Kaart 5. 5 staat altijd voor veranderingen. Ik heb het gevoel dat als er beter wordt gecommuniceerd, blauw jurkje, blauw is keelchakra kleur, als er meer wordt gecommuniceerd, er kan er veel dingen veranderen in deze connectie, niet alleen qua werk, maar ook op allerlei ander vlak. Dan weet de ander ook beter waar je mee bezig bent. Kan goed zijn dat iemand nu zijn of haar gevoelens echt letterlijk en figuurlijk opeet. Dus iemand die misschien aan het overeten is, omdat hij of zij niet die gevoelens goed kan uiten of durft te uiten of nooit geleerd heeft om te uiten. En die ander, die staat gewoon in zijn of haar stabiliteit met dat rode. Hè, dat is, of roze, dat is de basischakra. Ik heb het idee, die is altijd stil geweest. Die heeft mond niet opengetrokken totdat het te veel werd. En toen barstte de bom. Terwijl door communicatie het misschien veel beter had gewerkt en was het misschien niet zo ver gelopen. Maar goed, we zien hier dat de passie er is en dat er verder aan gewerkt wordt. Wat is uiteindelijk het advies in deze? Advies in deze is dat er verandering komt. Verandering voor stabiliteit te brengen in deze connectie met die koning van momenten. Verandering door de toeren. Nou, verandering zagen we al, hè? 5. Het kan goed zijn dat er een meningsverschil is. Of dat jullie eventjes met elkaar het hartgrondig niet eens zijn. Uiteindelijk komen jullie beiden weer terug in balans. Er wordt actie ondernomen. Er komen bepaalde inzichten in deze connectie en er komt weer terug stabiliteit in deze connectie of relatie, vaste relatie. Dus eentje die werkt te hard. De ander voelt zich daardoor niet gehoord of niet gezien. Gaat daardoor misschien overeten, omdat die persoon nooit geleerd heeft te communiceren. Ik denk dat dat voor jullie beiden een les is in communicatie. De een niet zomaar doen, maar rekening houden met de ander en de ander niet gevoelens wegstoppen, maar eerlijk uiten en zeggen van wat je niet fijn vindt, in het geval de lange uren die de ander maakt. Zodat die stabiliteit en die balans weer terug kan komen in de connectie. Dankjewel weer voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Heel veel liefde en licht. Namaste.